Dankzij een aantal mensen. Martijn, die heeft als eerste hier de oproep gedaan. Kom, we gaan Occupy Utrecht bezetten. En er zijn allerlei mensen op afgekomen. En daarna zijn echte ware helden. Floris en Vincent, die hebben hier heel eigenwijs een tentje neergezet. Die hebben hier geslapen. Net zolang tot er steeds meer mensen bij kwamen. En het langzaam een gezellig kamp ontstond. Yo! We hebben vandaag een leuk programma geprobeerd neer te zetten. Met verschillende sprekers, discussie en een speelhoek voor kinderen. Maak je eigen protestbord. Doe lekker wat je wil. Misschien dat we nog wat kunnen eten samen vanavond. We zien het allemaal wel. Er is genoeg. We krijgen van alles van iedereen in de omgeving hier. Waarvoor hartelijk dank. Het is echt super om te zien. En hartverwarmend. Wat we hier allemaal gewoon krijgen van allerlei mensen. En dat laat ook gewoon zien hoe een andere wereld kan zijn. Straks hebben we de eerste spreker. En dat is Johan Oldenkamp. Johan is allround-onderzoeker en die gaat wat vertellen over waarom dit de tijd is voor Occupy. Kom er allemaal bij. Kom lekker hier bij elkaar in het zonnetje zitten. Neem een dekentje mee of een stoel. En je vrienden. En je vrienden. Doe nog even een oproep op Facebook of Twitter. En dan geef ik het woord nu aan Johan. Oké, goedemiddag Utrecht, Occupy Utrecht. Mijn naam is Johan Oldenkamp, ik heb inmiddels 23 boeken geschreven die allemaal gaan over bewustwording. En waar de Occupy-beweging over gaat, is over bewustwording. Bewustwording van wat er eigenlijk gaande is op deze planeet en hoe wij een beetje voor de gek zijn gehouden op tal van onderwerpen. Waar ik het vandaag over wil hebben is over tijd. En tijd heeft net als ruimte 3 dimensies. We kennen allemaal de dimensies van de ruimte, hoogte, breedte en diepte. I-as, x-as en z-as misschien bekend. Dat is heel erg bevestiging te vinden bij de mensen, ja. Tijd heeft ook 3 dimensies. Verleden, hè? Nee. De eerste dimensie is de dagelijkse tijd. Het werd vanochtend weer licht, de zon kwam op. En straks om 7:00 gaat de zon weer om. Hè. Dat is de eerste dimensie. De tweede dimensie van tijd is de jaarlijkse tijd. We hebben het over de lente, de zomer, de herfst en de winter. De derde dimensie van tijd, die kennen veel mensen niet. En dat maakt het wel lastig. De derde dimensie van tijd, die vinden wij op het Gizeh-plateau in Egypte. Als we kijken naar de piramides die daar gebouwd zijn, samen met de Sphinx, dan zien we daar eigenlijk een klok.